Geflankeerd door beveiligers, omdat hij nog steeds wordt bedreigd, kwam Geert Wilders vandaag naar de rechtbank in Den Bosch. Daar kwam hij oog in oog te staan met iemand die hem met de dood had bedreigd. Nou ja, dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Een Tilburgse vrouw schreef meer dan 100 dreigmails op computers van het CWI en de Tilburgse bibliotheek. Haar advocaat riep Wilders als getuige op om aan te tonen dat hij al zo vaak bedreigd is dat dat het risico is van het vak. Maar Wilders pareerde dat bekwaam. Het had hem wel degelijk geraakt. Dat kan je wel zeggen, ja. Dit is de stapel ongeveer. Meer dan, wat is het, 100, 150. Dit gun je niemand, je ergste vijand niet. Niet alleen deze, maar ook andere van dit soort bedreigingen. Want dat zet je leven op zijn kop. Je raakt je vrijheid kwijt. En nogmaals, het waren geen teksten in de e-mails van ik vind u een verschrikkelijke man of wat heeft u een erge ideeën. Maar echt van je wordt geëxecuteerd en je bloed zal vloeien en in je appartement is de dood al, noem maar op. De advocaat ging ver in het onderuithalen van Wilders. Tegen hem was immers ook zo vaak aangifte gedaan vanwege zijn uitlatingen. En als er tegen hem nou eens aangifte zou worden gedaan en hij zou dus een persoonlijkheidsonderzoek plaatsvinden, wat dan de uitkomst zou zijn? Zou dat misschien dan ook richting een TBS gaan? Justitie eiste opnieuw een forse straf. Een jaar cel met TBS. Want er is meer aan de hand dan het bedreigen van een persoon. Het gaat hier niet alleen om Geert Wilders. Het gaat om de democratische rechtsorde. Het democratisch functioneren. Aan het eind van het verhoor van Geert Wilders mocht de verdachte haar excuses aanbieden aan de politicus. En dat deed ze door op te staan en hem de hand te schudden. Een opmerkelijk moment in de rechtszaal. Heeft u de excuses aanvaard? Excuses aanvaard. Ze heeft haar excuses aan mij gedaan. Dat is netjes van haar. Maar nogmaals, de rechter oordeelt over de strafbare feiten die zijn gepleegd en daar doet dat niks aan af. Wilders wilde niet reageren op de hoogte van de eis. De uitspraak is over een kleine 2 weken.